Omdat dit feest georganiseerd wordt door de winkeliersvereniging van Diamantplein, ga ik u aandacht vragen voor Jan van den Burg, de man van C1000 en natuurlijk wethouder Robert Strijk. Daar zijn ze. Over populariteit heeft hij niet te klagen en dat zal hij dan wel merken aan de verkiezingsuitslag. Daar ben ik zeker van. Oh, Siepe Jan. Oké, ze riepen Jan. Nou, dat zou je dan wel merken. Jan, dat zou je merken. Hij mag mee liften. En precies. Ik geef u het woord aan deze man die hier naast me staat en hij zal een woord tot u richten namens de winkeliersvereniging. Jan, kom hier, kom naast me staan. Neem de microfoon en spreek het volk toe. Oké. Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie met zulke grote getalen gekomen zijn. En ik denk dat de grote aantallen nog moeten komen vanmiddag met de artiesten die komen. Iedereen ziet het. Een nieuw plein. Iedereen ziet de keurige nieuwe bebouwing, de nieuwe bewoners. Ik denk dat het een hele goede start is om de hele wijk langzaam een upgrade te laten krijgen. Het winkelcentrum moet ook langzaam opgeknapt worden. Daar zijn we via de diverse kanalen hard mee bezig. En ik denk dat dit een eerste aanzet is om hierbij te starten met de nieuwe wijk waar we met z'n allen denk ik naar tevredenheid wonen. Dank u wel. Rest mij nog te zeggen dat de winkeliersvereniging natuurlijk de prijs heeft gesponsord die om 16:30 worden uitgereikt. Wie hebben de winkelwagentjes gewonnen? We zullen het straks zien. Nou, hiernaast mij staat de man. De man die we kennen in vele hoedanigheden. Hij is wethouder van economische zaken, ook van bereikbaarheid. We hebben hem heel vaak proberen te bellen, maar te pakken kregen we hem niet. Maar toch is hij hier vandaag. Hij heeft natuurlijk een speech voorbereid. En alvorens wij de officiële opening gaan verrichten met een steen, een hamer, een beitel, een veiligheidsbril en handschoenen, zal ik de wethouder Robert Strijk vragen het woord tot u te richten. Dankjewel, John. Ik mocht in 2010 op deze mooie functie in Leiden beginnen en toen werd ik eigenlijk al heel snel uitgenodigd. Hij heeft me toch bereikt door Jan. Zij kon hier nou eens kijken hoe dat plein bij ons eruit ziet. En toen was ik hier en toen zag je inderdaad een plein vol kuilen, gaten, met eigenlijk een beetje onduidelijkheid wat nou precies waar gebeurde. Ik zei, ja, daar moeten we wat aan gaan doen. We zeiden ook gelijk, het gaat wel iets langer duren, want we zitten hier nog midden in een bouwproces, hè, van Trizor wat er komt. En als je het hier dan helemaal nieuw bestraat en er rijden allemaal zware vrachtwagens overheen gedurende de bouw, dan ziet het er na een half jaar weer niet uit. Dus we doen het wel in één keer goed als het allemaal klaar is. Dus het heeft wat langer geduurd dan sommigen wilden. En toen we dan ook nog in november vorig jaar starten met de bouw, hadden we ook nog even pech dat die periode wat langer werd, omdat het zo'n stevige winter was met een lange vorstperiode. En dat heeft ook absoluut overlast gebracht hier voor u in deze buurt. En juist daarom staan we vandaag maar even stil bij het feestelijke moment dat het nu af is. Dat het mooi geworden is. Dat hier ineens op dit plein andere dingen kunnen gebeuren. Dat het veel meer een plein is. En ik vind het heel belangrijk dat in elke buurt er ook echt een centrum in een buurt is waar je voelt dat je naartoe kan en dat het daar gezellig is. En dat is ontstaan. Daar heeft u veel aan meegedacht, want in maart vorig jaar hadden we de plannen gemaakt hoe het hieruit zou kunnen zien. Zijn toen besproken in het Denksportcentrum. Er waren veel buurtbewoners bij, die hebben meegedacht, kan dat anders? Zou je daar nog op kunnen letten? Dat hebben we toen ook allemaal kunnen meenemen, het is gelukt. Ik kwam hier net aan en toen kwam Kees Hartenveld naar mij toe lopen. In deze buurt volgens mij, iedereen kent hem, hij staat hier, heb ik begrepen, al 43 jaar. In de buurt van het winkelcentrum met zijn vis. En hij kwam stralend en enthousiast op mij af. En hij zei, het is echt prachtig geworden. Ik merk het verschil in het gedrag als de mensen hier nu zijn. Ook wel even zoeken. Waar fiets je precies? Waar loop je? Hoe zit het voor de auto? Dat is eigenlijk juist zoals we het hier willen. De baas op dit plein zijn de voetgangers en de fietsers. En de auto dient daar rekening mee te houden. Die moet hier gewoon, als die komt om te parkeren, gewoon heel rustig rijden. Want het is een plein van voetgangers en fietsers. Dus ik vond het mooi om te horen dat de man die er elke dag naar kijkt en het ziet en ook de verschillen ziet, zo blij was hoe het nu geworden is. En ik wil u feliciteren met uw mooie plein. Jan, heel veel succes. Ik weet dat het voor ondernemers in Nederland op dit moment niet altijd makkelijk is. Dus een beetje extra met tegenwind je zaken doen. Dus dan helpen dit soort steuntjes in de rug hopelijk heel erg veel. Je hebt nog niet verteld dat ik heel onhandig ben. Nee, maar dat gaan we nu doen. Ja, dan ga jij dat nog even vertellen dat ik onhandig ben.
Dat vind ik dan ook wel weer grappig, dat we een wethouder hebben gevraagd die van zichzelf zegt dat hij de onhandigste wethouder is van Zuid-Holland. Hoe die man ooit in de gemeenteraad is gekomen, dat weten we niet. Toch is het allemaal eerlijk gegaan. Hij weet precies wat hij moet doen. Dames en heren, hij pakt nu de beitel. Waarom is het een steen? Waarom is het een steen? Omdat het hier, uiteindelijk gaat het over een, over een hart van de stad en een hart van een buurt. Dat is dit plein, maar het zijn uiteindelijk natuurlijk nieuwe stenen die we gelegd hebben. En diamant is ook een steensoort, van de sterkste soort. En omdat ik zo onhandig ben, hebben ze een wat minder sterke steensoort gepakt. Maar met de symboliek van het doorslaan van die steen is eigenlijk dit plein geopend. En dat is de symboliek. Nou, ik ga mijn best doen. Hij gaat zijn best doen. Als hij het er twee keer moet doen, dan gaat hij. 3, 2, 1. En het plein is officieel geopend.